gaan we doen? Gordijn ophangen. Daar moeten ze komen. Ja. Aan het plafond. Houten rails hangt er al, dat doen we ze op monteren. En, ja, die hing er al. Er zitten natuurlijk achter gipsplaten. Dan moet je altijd maar weer zoeken waar en wat, wie wat waar. En dat hout vind ik eigenlijk wel leuk. Dat past er eigenlijk wel goed bij. Dus. Nou, even schroefje halen. Een trap hebben we nog niet. Die moeten nog kopen, dus we gaan het even via de keukenstoelen proberen. Zonder ongelukken. En zo is het eindresultaat. Tenminste, nog niet helemaal. Er moeten nog haakjes in de muren. En brasses. En brasses. Ah, en brasses. Ah. Prima de luxe. Weer een stukje werk. Wat eten we? Pizza. Pizza met niks. Moet nog. Pizza niks. Zelfbouwpakket. Komt goed. Komt goed. En dan gaan we aan de seurstreuming. Nou, denk ik wel nooit. Nooit. Ja, oké. Goed, we gaan even lekker eten. Nou, we hebben niet zoveel geklust. Nee, meer. Ja. Loppesjacht. Shopjacht. Shopjacht. Maar goed, we gaan lekker kanen. En dan doen we vanavond helemaal niks meer. Nou, voor een eerste keer. Ziet er helemaal goed uit. Ja. Eet je maar. Eten. Nou, we gaan het muurtje achter de tv verven. Zo ziet het er nu uit. En dan laten we zo even zien wat het geworden is. En zo is het geworden. Het is nog nat, dus het is nog een beetje vlekkerig. Het is net klaar. Dus alle beestjes zijn weg. Alle beestjes. Alle beestjes, alle vosjes. En jij, wat heb jij gedaan? Niks. Wel waar. Ik heb mooie deuren lelijk gemaakt. Oh ja. Nou, ze waren ook niet mooi. Even gescheurd boven. Dus zien ze er antiek uit. Laat maar even zien dan. We gaan het even bekijken. Yes. Komt ie. Ik had jullie natuurlijk in de rondleiding al laten zien hoe het... Het is mijn kop groot, joh. Even wachten. Zo, is beter. Laten zien. Het zijn mooie... Tenminste, het zijn oude deuren met... Weet ik veel hoeveel lagen verf erop. Dus ja, dan kan je een nieuwe deur in doen. Of helemaal schoonschrapen en weet ik veel wat. Maar wij hebben voor deze look gekozen. Wij, ja, tenminste, wij vinden het heel erg leuk. Komt ie. Zo zijn ze dan geworden. Ja, ik vind het helemaal super. En hier de andere deur. Helemaal blij mee. Ja, je vindt het leuk of je vindt het verschrikkelijk, maar wij vinden het leuk. Hoi. Hallo, goedemiddag. We zijn even op ontdekkingsreis in de omgeving van ons huis. We zijn linksaf de poort uit. Poort, we hebben geen poort, maar... We zitten zo in het bos. We moeten even rondje rijden, hè? Een beetje kijken. Niet te hard. Je komt door, zie je het? Ja. Lekker weer. Wel storm hebben we. We hebben ook een beetje storm hier. Een beetje, ja. Ligt dit in verhouding tot Nederland, denk ik. Toch? Nee. Kijken waar we terechtkomen. Hier zijn we. Weer mijn hassers dichtbij. Bij de skipiste.
Kijk hoor, een beetje de andere kant op. Die Keskia is open. Dus niet heel druk. Ja, er komt er af en toe eentje naar beneden. Jezus, zie ik. Nou, leuk toch? Net zoals het zijn. 15 kilometer bij ons huis vandaan. Dus misschien gaan we dat nog wel een keertje doen. Maar moeten we ook weer even over nadenken, want dat is heel lang geleden hoor. Dat is 30 jaar geleden. Nee, dat is niet waar. Nou ja, ik denk het wel. 30 jaar geleden dat ik geskiet heb, denk ik. Dus. Maar goed, leuk om even te zien. Goedemorgen allemaal. We zijn altijd vroeg wakker. Ik weet niet, ik denk dat het een gezonde lucht is of zo. Dus even laten zien momenteel de temperaturen. Hoe het hier is, hoe wij wakker worden, zeg maar. De camera draaien. Het is dus binnen 15,1 en buiten min 9,1. Nou, ze verwachten voor vandaag geen sneeuw, maar dan 4 dagen achter elkaar sneeuw. En het moet ook wel. Tenminste, moet ook wel. Het is afgelopen dagen aardig boven nul geweest. Dus het is één grote ijsbaan geworden. Het is nog een beetje donker, jongens. Even een beetje een tikje terug. Het is één grote ijsbaan. Dus ja, mooi is dat geweest als het allemaal weg had gegaan. En verse sneeuw doen, opnieuw beginnen. Maar daar moet je dus wel voor uitkijken. Je hebt dus heel veel ijs met sneeuw erbovenop. Het loopt alweer wat makkelijker, maar met de auto blijft het toch wel een link dingetje. En wij hebben natuurlijk gewoon een winterbanden, geen spikes. Van ja, het heet anders, dubs noemen ze dat hier. Dus blijf altijd voorzichtig. Ook zelfs met dubs blijft het voorzichtig. Maar ja, helemaal prima. We gaan vandaag een paar lijstjes maken. Geen fotolijstjes, maar lijstjes wat we allemaal nog moeten hebben. Morgen gaan we naar de grote stad. Morgen mogen we naar de grote stad, naar Karlstad. En daar heb je dus echte mega winkels. En die hebben jullie in eerdere vlogs van ons wel gezien. De Biltema, de Jusk. Nou ja, Jusk zit hier natuurlijk vlakbij. Maar de Jula. En Ikea. Ja, ja. Die hebben ze hier ook, Ikea. Dus daar gaan we morgen even naartoe. Dat wordt wel een lange winkeldag. En moeten we even kijken hoe we dat met Mazzeltje allemaal gaan doen. Want Mazzel kan natuurlijk wel alleen zijn. En het gaat heel goed in het huis. Dus ja, dat is wel fijn. We gaan vandaag lekker mazzel even flink lopen en een beetje moe maken. En zodat hij morgen weer eventjes een beetje kan bijtanken. Goed, dit is de dag van vandaag. We gaan denk ik niet zo heel veel doen. Maar ja, dat denken we iedere dag. We gaan een muurtje verven. Dat wel. We gaan morgen materiaal halen. Dan kunnen we wat verder met plint en dergelijke. Een stuk plafond moet nog gedaan worden. Jammer, ik had eigenlijk gehoopt dat dat al gedaan was. Dat is niet zo mijn dingetje, want dan moet ik boven een trapgat gaan staan. Maar goed, dat gaan we wel zien hoe dat allemaal gaat lopen. En dan nemen we jullie ook weer in mee. Alle nieuwe abonnees, hartelijk welkom. Ja, we maken normaal video's over ons camperleven. En nu zijn het even wat andere video's. We komen heel graag in Zweden natuurlijk. En dit jaar. Ja, dit jaar, ja. Dit jaar, ja, officieel wel. Dit jaar een huis gekocht in Zweden. En dan gaan we ook weer nieuwe avonturen beleven. We vinden het tot nu toe allebei nog helemaal fantastisch. Dus, nou ja, we gaan even een bakje zetten en dan gaan we de dag beginnen. We zijn weer thuis. Zijn we weer. De auto is een beetje vol. Wat hebben we allemaal gekocht? Ik heb geen idee. Een brandblusser. Een brandblusser, ja. En dus, een compressor. Een houtkloofmachine. Een trap, een sneeuwschuiver, een sneeuwschep. Een lintzaag. Lintzaag. Nog wat twee lampen, twee nog lampen. Op drie lampen. Drie lampen. Iets voor de open haard en zo. Een haardrek. Nog een zaag. Nog een scherp. Ik weet het al, een kruiwagen. Kom maar, mazzel. Alles nou, nog wat. We gaan weer even uitladen. Yes. Ook voor mazzel hebben we wat nieuws. Heb je een nieuwe mand? Een nieuwe mand. Een nieuwe woning. He? Ook mooi grijs, hè, mazzel. Nou, wij weten niet hoe lang die heel blijft. Die slopen, anders ga je kapot. Ah. Lekker zacht. Nou, we hebben weer genoeg in elkaar te zetten. Ja.
Dus. Die is leuk. Die is leuk. Zo even een beetje draaien. Rekje om het hout. Een rekje voor het haardhout. En een lampies, weet ik het allemaal. Kruiwagentrap. Helm voor de kettingzaag. Nog meer lampen. Prullenbak. Brandblussers. Barbecue ding. Wasrek. Valt niet mee als je niks meer hebt. Maar goed. Langzaam maar zeker komen we er wel. En wat ga jij doen? Ik ga het rekje in elkaar zetten voor het open haardhout. Project open haardhout rek. Nou, succes. Kan niet moeilijk zijn. En hier gaan we beginnen met project kruiwagen. Kijk. Hij doet het. Zo snel kan het gaan. Hoppa. Binnen 2 minuten. Ja, hooguit. Hooguit, hè? 20. Ah, 10 minuutjes. 10 minuutjes, nou ja. Voor 25 euro'tjes heb je een kruiwagen. Geen idee hoe lang die meegaat. Zien we dan alweer. Ik denk een week. Nee. 2 weken. 3. Okay. Nou goed, Jacques, de rekjes zit ook in elkaar. Alleen nog eventjes voor echt voet vastdraaien. Even een sleuteltje pakken. En dan gaan we hem vullen met hout. Nou, zo ziet het er dan uit als het kastje gevuld is. Kijk, je mag ook een nieuw huis zien. Daar is het blij mee. Lekker naast de kachel in Dromenland. Goedemorgen, daar zijn we weer. Dik aangepakt. Aangepakt, aangekleed. Hallo. Hoi. Wat gaan we doen? We gaan verven. Kijk, we gaan weer verder met verven. Jacques in de keuken bezig. De eekhoorntjes. De eekhoorntjes, het eekhoorntjesbang verdwijnt. Ja. En het grijs. Grijs, ja, helemaal goed. Het sneeuwt heel lichtjes buiten en ik ben in de schuur bezig. En dan ga ik even laten zien wat ik aan het rommelen ben. Nou ja, het sneeuwt heel lichtjes. Kijk maar op de auto, kan je het een klein beetje zien. Ja, als dit alles is, hoeven we niet te scheppen. Maar gisteren hebben we natuurlijk nieuwe scheppen gekocht. Grote scheppen. Ja, goed. We zijn in ieder geval voorbereid. Ja, toch? Nou, wat ik aan het doen ben in de schuur, ik even laten zien. We hebben gisteren natuurlijk weer het een en ander gekocht aan materialen. Oh, kijk, daar staat hij al. De cupkarren heet het, geloof ik. Ja, bouwpakketje ook in elkaar. Wel makkelijk met hout halen. We zijn hier in Mijndermijn. Mijndermijn. Kijk, daar staat hij. Kloofmachine. Van een 8 tons kloofmachine gekocht. Maar ja. Net als alles in wat uit Zweden komt, geloof ik. En ja, tegenwoordig overal. Bouwpakket. Dus we gaan dat in elkaar zetten. En, ja, compressortje gekocht. Dus eventueel om de waterleidingen door te blazen als we weer weggaan. En het kwam goed van pas voor het kruiwagenwiel trouwens ook. En ik heb een recipro-zaag gekocht. En nog een bandzaag. Dus we kunnen lekker ons gang gaan over een tijdje. We moeten nog een paar andere dingen kopen, maar die hadden ze niet. Maar we gaan de kloofmachine in elkaar zetten, want ja, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ik laat jullie straks even het eindresultaat zien. Nou, het apparaat zit in elkaar. Best een, het in elkaar zetten viel best mee, er waren maar een paar boutjes. Het is een machientje hoor. Hey. Ik ga het even de camera neerzetten en dan ga ik het eerste balkje even kraken. Even kijken of dat een beetje werkt. Ik heb wat met aan en uitzetten. Nou, daar gaat hij, jongens. Yeah.
zijn we weer. We gaan weer naar de Loppes. Het is nu dinsdag. Dus als het goed is zou die nu ook moeten zijn. Volgens internet wel, maar ja. Volgens internet wel. Dus we gaan een kijkje nemen. Ben benieuwd. Bij de Loppes. Sneeuwt. Het sneeuwt een beetje. Heel klein beetje. We zijn bij de Loppes, hoe heet het hier? Laxholmen. Laxholmen in Munkfors. Het gebied is prachtig om hier eens een keer te lopen. Echt heel mooi. Heel veel geocaches. Degene die het interesseert. Maar hoeveel hebben we weer gekocht? Hoeveel geld? Ja. 11 euro. 11 euro. 110. 110 kronen. Nou, we hebben niet zoveel bijzonders, maar een rekje. Daar gaan we wel wat leuks van maken. Pik splinter nieuw. Kometstel. En weer. Glazen. En glazen. En een radio. Oh ja. Nou, helemaal goed. Hebben we toch de medemensen weer een beetje geholpen. Het milieu geholpen. Waarom? En de portemonnee geholpen. En dan gaan we weer verder. Helaas geen leuke meubels gevonden. Nee. Dus dat gaat hem niet worden. En even tanken moeten we ook. Kost tanken hier zo? Wil je niet weten. Voor diesel, dus als je met de camper deze kant op komt, €2,13 per liter kassa. Wat is er aan de hand? We zijn in de kringloop geweest. We hebben een radio gekocht voor €2. Nu doet het niet. Kometstel. Kometstel gekocht voor €5. Als je hem aanzet, gaat licht uit. Stoppen slaan eruit. Zitten we dan hier? Hoe kan dat nou? We gaan eens even kijken hoe we dit gaan oplossen. Wordt koekenpannen, denk ik. Ik denk het ook. Dus. Het wordt geen komet. Geen komet, hè? We gaan koekenpannen. Helaas. Nou. Dus wat hebben we gekocht? Voor €12. Een kometstel die het niet doet. Radio die het niet doet. Oh, en dat rekje hebben we ook nog. Hebben we een auto rekje. Die was eigenlijk ook een beetje kapot. Die is ook een beetje kapot. En vier glazen. Die zijn goed. Vier glazen zijn goed, dus nou ja. Die heb ik al afgewassen. Hebben we in ieder geval iets, ja toch? Ja, nou, helaas. Ja, weer een volgend project. Dat moet het worden. Even inzoomen. Een soort, wat is het? Een pan die je boven vuur kan zetten, zeg maar. Maar ja, doen we alles. Ook dit weer een bouwpakket. Ik hoop dat die beter is als die kometpan. Ja, je moet wat. Hoi, wat heb je gemaakt? Camera. De camera, ja, hij was gevallen. Maar hij de camera laat te vallen. Maar hij doet het weer. Hey, we kunnen kometten. Kometten? Kometten, wel buiten. Kijk eens. Nou, kan je boven vuur hangen. En je kan... schaaltje ook gebruiken om kooltjes in te doen en zo. Dus het gaan we van de week even lekker proberen. We hebben al worstjes gekocht, hè? Worstjes hebben we, dus we kennen het tegenaan. Nou, leuk dingetje toch? Alles doet het weer, behalve de kometstel. Ja. Goedemorgen, een nieuwe morgen. Nieuwe vers pakje sneeuw. Een paar centimeter. We gaan even weer geld uitgeven. Shoppen. Gaan we shoppen. Kom. Ziet er mooi uit nou zo toch? Beter als die ijsbende. Dat is ons vervoersmiddel. Maar die staat vastgevroren. Het is momenteel min 10. Maar echt helemaal windstil. Echt nul wind. Nou, Saagje is thuis met de tafel. Het materiaal kan niet meer liggen. Dat materiaal? Nee. We moeten nu kunnen laten zien wat we kennen. Hè? Een soortje hout gehaald.
En gaan we de plintjes maken. Ja. Genoeg te doen. De komende dagen blijven we lekker hier. En dan gaan we lekker een beetje hobbyen. Super blij met het autootje. Want, het is net een verhuiswagen. Het is alles eigenlijk. Het wordt aardig misbruikt. Maar helemaal goed. Moet je horen. Buiten. Al een rust. Etenstijd. We gaan hem even testen. Rosjes maken. Mazzel op zijn jasje aan. Het is nu min 7. Maar windstil. Maar hij moet even oefenen met zijn jasje. De rosjes liggen erop. Kijk hoe het allemaal werkt. Is de lens al klaar? Gaat de goede kant toe. Lekker zo, hè. Lekker wasjes. Kijk, ze komen hout brengen. Oh, daar komt ie. Ja, hierheen. Af en toe komt er eens een vrachtwagen voorbij. De broodjes zijn een beetje zwart. De broodjes staan klaar. Onze lunch is ready. Huh? Ja. Even, hoe noemen die dingen? Wij noemen het maar een stukje plastic. Ik weet niet hoe het heet. Matje. Matje, een koude reetje. Kunnen we even zitten? Nou, eet ze. Was ze er net niet op? Lekker dan. Moet je een stukje naar mij komen? Wacht. En mijn arm is te kort. Dit was het, jongens. Met mijn nieuwe muts op. Chokje nieuwe mutsie. En dit waren weer een aantal dagen van ons. We gaan weer lekker verder. En bedankt voor het kijken en alle leuke reacties. We hebben er echt heel veel gekregen. We hebben bijna geen tijd om ze allemaal te beantwoorden, maar we gaan ons best doen. Nou, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, de volgende vlog over een aantal dagjes weer. En, pas kijk, op. Onze maat is er ook bij. Ja. Die is ook prima gewend, want hij kwam net van boven aflopen. Dus hij heeft de trap naar boven ook ontdekt. Dat mag niet, hè? Mag eigenlijk niet, maar goed. We gaan het wel zien. We gaan het wel zien. Nou, bedankt voor het kijken. De mazzel. Ik wou zeggen, er zit precies een lampje ergens. Oh. Nee. Bedankt voor het kijken, jongens. Nog een keertje. De mazzel.